Hey, wat leuk dat je kijkt naar een nieuw filmpje bij Nathan en Martijn Beer Brothers. Dry January, dus alcoholvrij bier. En ik was bij de Action. En bij de Action kwam ik dit tegen. 2,5 liter blikken alcoholvrij bier voor nog geen euro per stuk. Wat dit daar toch in de wereld weer mag wezen, ik heb geen idee. Dit is een IPA. Nou ja, goed, een alcoholvrije IPA, dat kan natuurlijk heel goed. Want je kan natuurlijk met hop een hoop doen. En dit is een tropical. Ik weet het allemaal niet. Voor hetzelfde gaat zitten tegen een andere rattler, weet ik wat aan te kijken. Maar goed. Dit is trouwens wel degene waar ik mee ga beginnen. De AC Fraser & Co. Anno 1736. Dus zelfs in 1736 hadden ze al dit tropical beer flavor 0% bij de Action. Ik bedoel, als je niks verwacht, kan het misschien eigenlijk ook alleen maar meevallen. Nou ja, in ieder geval schuimt het voor geen meter. Goedemorgen. Nou, goed. De Tropical. Hij schijnt echt werkelijk voor gemeten. Maar goed, de kleur is gelig. Qua kleur is het helemaal niet zo gek. Een beetje slappe schuimkraag. We gaan hem ruiken. Oh! Oh, dit is super zoet. Ik denk wel, ik heb een beetje zo'n energy drink-achtige vibe. Gadverdamme. Oh. Maar het is wel tropisch, broer. Nou, tropisch kan je niks van zeggen. Ik bedoel, dit is wel tropisch, maar vooral zoet. Echt energy drink zoet. Nou, proost, denk ik. Tropisch. En wel zoet, maar heel eerlijk gezegd, ik had het nog zoeter verwacht. Dit heeft gewoon niks met bier te maken. Sorry, dit heeft niks met bier te maken. Dit smaakt gewoon naar een van de frisdrankjes. Hou je van een tropisch frisdrankje, moet je deze kopen. Ik ga er verder ook niks meer over zeggen. Mensen, kinderen, gadver. Ugh. Niet mijn smaak. We gaan door met een alcoholvrije IPA. Ook dus onder een euro voor een half litertje. En nou hoop ik dat dat iets beter is. Wie weet. Het zou op zich leuk zijn als het in ieder geval, als het überhaupt al bier is. Nou, kijk. Qua schuim is het in ieder geval al wat meer. De 0.0 IPA, ook dus van AC Fraser & Co. anno 1736. De IPA 0.0 van de Action. We gaan eens eventjes kijken naar de kleur. Nou, wat je in ieder geval ook ziet, is dat in dit geval, nou, de kleur is een beetje, nou, gelig oranje. Nou, voor IPA is dit eigenlijk gewoon best wel een goede kleur. De schuimkraag is wit, redelijk stabiel. Dus wat dat betreft, helemaal niet gek. De geur. Het ruikt in ieder geval naar bier. En een beetje dat zoet-moutige, wat best wel veel alcoholvrij bier heeft. En ik ruik wat hopachtig iets. En ik vraag me even af hoe je. Het is aan de ene kant wel een beetje fruitigheid, hop, maar ik kan er even niet opkomen. Het is op zich een heel bekend geurtje, maar ik kan er even niet opkomen. Ik zou bijna zeggen een beetje grassig misschien. Ja, gras. Gemaaid gras. Nou, gemaaid gras. Dat voor hop. Op zich niet gek, hè? We gaan hem proeven.
Proost. Er zit een beetje iets zoetigs in. Je proeft een beetje iets moutigs. En dat zoetmoutige, dat zit er wel een beetje in, maar dat valt eigenlijk wel redelijk mee. En dan dat, ja, wat je ook een beetje in die geur hebt, dat gemaaide grasachtige. Vermengd met een beetje iets wat fruitig uit de hop. Misschien wat tropisch uit de hop. Ja. Nou ja, waar ik deze echt gewoon in de categorie bier intens vies vond, is deze niet vies. Voor nog niet eens een euro. Ja, weet je, kijk, je kan je er geen bijl aan vallen. Maar ja, is het nou echt lekker? Nee, eigenlijk nee. Weet je, dit staat er bij de Action voor nog geen euro, het blik. En heel eerlijk gezegd, het is eigenlijk gewoon een slechte kwaliteit. Als je toch alcoholvrij bier drinkt, weet je, je doet mee met Dry January, drink dan gewoon echt iets lekkers. Of drink een frisje. En hou je dan van heel vies, zoet, tropisch frisje, dan kan je die nog proberen. Want dat is deze. Nou ja, je ziet het al. Het is gewoon net, het is gewoon pis. Het is gewoon een soort van frisdrank. Deze. Dus ja. Oh, dat stinkt ook echt. Ananas, dat is het. Gadverdamme. Maar deze. Ach, hij stinkt niet. Hij smaakt een soort van naar bier. Een soort van naar IPA. Tja. Deze drink ik nog wel op. Dit niet. Dit vind ik echt niet te doen. Action, weet je, doe gewoon maar niet. Haal maar uit het assortiment, zet er gewoon blikjes fris neer van whatever wat. En laat het alcoholvrije bier over aan iemand anders. Ja, deze die drink ik misschien nog op. Ik weet niet of ik helemaal het einde haal. Maar goed, bedankt in ieder geval voor het kijken. Het was natuurlijk uiteindelijk wel weer een leuk experiment. En ben je op zoek naar alcoholvrij bier voor je Dry January of gewoon sowieso? Ik zou niet naar de Action gaan, maar goed. Bedankt voor het kijken. Ik ben heel benieuwd als je hem kent. Wat jij ervan vond, zet het daar echt hieronder neer. En sowieso, heb je iets met, weet je, zet het hieronder even neer of een duimpje omhoog. Ik vind het allemaal helemaal leuk. Bedankt voor het kijken en ik zou zeggen tot de volgende keer.